Ja, collega's. Welgekomen voor het tweede deel. De band is terug gestart. We kunnen overgaan naar het volgende punt. Het reglement voor thuis composteren. Terug, Schepen Rogiers. Ja, collega's, in het reglement van 8 februari 2008 zal er gewijzigd worden dat het materiaal voor thuis composteren enkel is voor inwoners van dit voordeel. Dank u wel. Zijn hier vragen over? Geen vragen. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? Wie onthoudt zich? Dank u wel. Dat was eenparig. En nu een aantal agendapunten in verband met zaak der wegen. Schepen Rogiers. Ja, het eerste dossier dat voorligt is een aanvraag van de VLM om eigenlijk het koppelingsgebied in Riemen-Noord uit te voeren. Je ziet dat hier op het plan hier voor mij. Dus onderaan ziet je de Kerreweg. En die grijze vlakken, dat zijn bestaande bossen op vandaag. Je ziet dat we een bosuitbreiding gaan doen ten oosten van het bestaande bos, waarbij dat het ten zuiden hier, dat vierkant dat je ziet, wij zijn een boomgaard in de toekomst. En die landbouwer dat voormalig dat perceel af, zal je dan koetjes kunnen laten tussenlopen op die een boomgaard, om toch een beetje de landbouw er ook volledig mee in te hebben. Er zal ook een volledige trage verbinding aangelegd worden, die is er op vandaag al, maar redelijk zandig opgekalfaterd worden. En hier zal er ook een trage verbinding tussen de Kerreweg en de Kalmansputwegen gerealiseerd worden. Ook aan de taalconstructies De Vos zal er een buffer gerealiseerd worden. Dank u wel. Er zijn hier vragen rond. Ik wil de schepen bedanken voor de PowerPoint, voor het plan. Dat maakt de mensen duidelijk en weten we toch waarover het gaat. Dank hiervoor. Opmerkingen? Geen opmerkingen. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? Wie onthoudt zich? Volgende punt. Schepen Rogiers. Ja, dit is een aanvraag terug van de VLM voor de koppelingsgebieden Kerkbrugge Oost en Doornzele Zuid. Hier ziet u een plan Doornzele Zuid. Dit is de Kooistraat, dit is de Wulvenstraat en hier is de Wulvenstraat die uitkomt in de Groenweg. Die groene percelen die gaan bebost worden hier aan de Herrenstraat. Ook hier gaat volledig de Kooistraat gebufferd worden via de bestaande bossen, aangezien dat dit hier de nest is. En hier is Bruggeman gesitueerd, waar dat er eigenlijk al een buffer op vandaag ligt. Op deze weg, op de Wulvenstraat, zal volledig de gracht opengetrokken worden, zodat er een fietssnelweg kan gerealiseerd worden. En ook aan de Groenweg en de Wulvenstraat, vlakbij het asiel, zal er ook een park kunnen georganiseerd worden. Tegen dit dossier zijn er geen bezwaren ingediend. En ook nog een speciaal bedankt aan onze toenmalige minister van Natuur om toch haar zo hard in te zetten voor onze gemeente. Want het zijn toch wel veel projecten dat zij hier rond onze Gentse kanaalzone subsidies kunnen voorgeven heeft. Dank u wel. Zijn hier vragen rond? Meneer Van Hoven. Ja, ook namens de fractie Sterk dank aan de minister voor de geweldige inspanningen die zijn geleverd om in onze gemeente verschillende groenprojecten te realiseren. Enkel de vraag is, wat is het gewicht financieel tussen de gemeente en de Vlaamse regering? Dank u wel. Een duidelijke vraag, Schepen. Ja, die volledige verdeling die kunnen we overmaken, want het is niet enkel de VLM, het is ook de stad Gent, Noord-Seaport, gemeente Evergem. En de provincie, want de provincie is eigenlijk bevoegd voor die fietsnelweg, waarvoor dat zij subsidies aanleveren. We zullen nu volledig die raming overmaken. Er ligt hier nog een ander plan voor ook, en dat is van Kerkbrugge Oost, dat heb ik nog niet kunnen toelichten. Hier zit je de tuinwijk, hier bovenaan, waar dat eigenlijk al een groot deel van Langebrugge Zuidkoppelingsgebied is al geopend en al gerealiseerd is. Dus aan de hospitaal Dreef zal er ook een trage verbinding komen richting de Vaarbergstraat, die ook uitkomt in het industriegebied De Nest. Die twee zones die gaan volledig bebost worden. En dit is hier een zone bovenaan, dat niet binnen de aanvraag valt, maar dat we wel als gemeente binnenkort gaan bebosten en die aankoop van die grond. En die subsidie is hier ook al op de gemeenteraad geweest. Dank u wel. Zijn er nog vragen wat punt 17 betreft? Gaan we over tot de stemming. Is akkoord? Is niet akkoord. Dat houdt zich. Punt 18. Schepen. Ja,
Dit is een aanvraag voor een omgevingsvergunning van 7 eensgezinswoningen in de Kerkbruggestraat. Er moet een deel afgedragen worden aan de gemeente voor het kunnen realiseren van de rooilijn. Daarom komt dit punt voor op de gemeenteraad voor de zaak der wegen. Er zijn geen bezwaren ingediend. Dank u wel. Er zijn hier vragen rond. Meneer Kolomeen. Schepen, kunt u mij zeggen of er openbaar groen is voorzien in dit project of niet? En zo ja, hoeveel? Ja, Schepen Rogiers. Nee, in onze richtnota hebben wij een onderscheid gemaakt tussen verkavelingen en bouwprojecten. Aangezien dat we hier geen verkaveling goedkeuren, maar een bouwproject, moet er geen 8% of 5% groen afgedragen worden aan de gemeente of gerealiseerd worden ter plaatse. Dat is iets dat we natuurlijk verder nog gaan meenemen in onze aanpassing van onze verordeningen. Dank u wel. Nog vragen hier rond? Annelien? Het is een woninggroepproject. Ja. En de Wegenis wordt toch overgedragen aan de gemeente. Moeten de Wegenis dan niet privaat blijven bij de ontwikkelaar? Schipper Giers? Ja, dit is gewoon het realiseren van de rooilijn binnen dit bouwproject. Oké. Collega's, we kunnen overgaan tot de stemming. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? Wie onthoudt zich? Motivatie voor onthouding? Waarschijnlijk samen met de vraag, ja. Ja, oké. Volgende punt, Schepen Rogiers. Ja, hier ook terug een bouwproject voor het realiseren van een tweewoonst in de Kaaistraat. Hier moet ook de rooilijn gerealiseerd worden, waardoor dat er een grondafstand moet gebeuren aan de gemeente. Volledig kosteloos van 8 meter naar 8,5 meter. Er zijn tegen dit project geen bezwaren ingediend. Dank u wel. Zijn hier vragen over? Meneer Kolomeen. Dezelfde vraag als daarnet. Ja. En het antwoord? Hetzelfde? Ja, hetzelfde antwoord. Hè. Dus het is enkel voor verkavelingen dat er 5 of 8% groen moet betaald worden aan de gemeente of gerealiseerd worden ter plaatse. Aangezien dat hier gaat over een bouwproject, moet er geen groencompensatie gebeuren. We gaan dat in de toekomst meenemen als suggestie in onze verordening. Dank u wel. We gaan over tot de stemming. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? En de motivatie daarvoor kennen we. Volgende punt, Schepen Rogiers. Ja, dit is een aanvraag voor het realiseren van appartementen op de hoek met de Weststraat en de Pruimlaarstraat. Om de Pruimlaarstraat recht te trekken, wordt er 4,19 vierkante meter gratis afgestaan aan de gemeente. Daarom komt het project voor op de gemeenteraad als zaak der wegen. In dit project zijn geen bezwaren ingediend. Zijn hier vragen over rond? Ik... Derde maal scheepsrecht, zou ik zeggen. Dezelfde vraag. Goed, moet je niet herhalen. En het antwoord moet je ook niet herhalen. Want het zal hetzelfde zijn, vermoed ik. Ja. Oké, we gaan over tot de stemming. Wie is akkoord? Sorry, excuseer. Ja, ik had eigenlijk de stemming. Mijn fout. Ja, ook de klassieke vraag. Het groeien van de bomen. Waar gebeurt de heraanplant van deze bomen? Ja, de boompjes, het zijn heel kleine boompjes eigenlijk hier, dat zelfs niet vergunningsplichtig zijn. 11 bomen achteraan op het project blijven staan. En de kleine 8 boompjes in de Weststraat, die zullen in de toekomst gekapt worden. Hier gaat het over een appartementsbouw, waarbij dat er wel 20 vierkante meter per appartement moet gerealiseerd worden op de site. En ik herhaal mijn vraag, waar gebeurt de heraanplant? Ook kleine boompjes mogen heraanplant worden? Sommige bomen groeien niet zo rap, hè? Ja, en een boom begint maar na 5 jaar te zuiveren van de lucht, dus... Ja, de tuinaanleg laten we nog altijd over aan de keuze van de eigenaar. Dus het is geen verplichting om ze terug aan te planten? Nee, omdat ze te klein zijn. Oké, okay, goed. Collega's, daarnet was ik eventjes te vlug. Nu gaan we terug over naar de stemming. Wie gaat akkoord met dit voorstel? Dat is akkoord. Dus niet akkoord. En wie onthoudt zich... Dank u wel. Collega's, dan zijn we door de A-punten. Straks hebben we ook nog een geheime zitting. Maar eerst ga ik de rondvraag doen in deze openbare zitting. En ik begin rechts. Zijn er vragen? Wat een klein vraagje. Ik was vorige maand al bezig. Ja, excuseer. Eventjes duwen nog. Ja, op de herdenking van de burgerlijke oorlogsslachtoffers.
Er was de Belgische vlag was aanwezig, de Europese vlag, maar ik merkte daar geen Vlaamse vlag. Is dat een nieuwe visie van de gemeente of is dat een vergetelheid? Of hoe moet ik dat interpreteren? Ja. Dank je wel. En ik kijk nu rond welke schepen daar zal op antwoorden. Jonas, het is aan u. Ja, Kurt. Dat bericht was, was mij nog niet tot hier gekomen. Maar dat was te wijten aan een onachtzaamheid. Dus we gaan zeker zorgen bij volgende edities dat die ook zeker aanwezig is, zodat de vlaggensaga niet tot in evenwicht moet komen. Goed, menselijke fout. Ik ga door. Trui? Ik heb een vraag voor de schepen van mobiliteit. Lucas, goedenavond. Ergens begin augustus, dag 5 augustus, is er in de krant verschenen dat er Ben Weitz 10 miljoen vrijmaakt voor fietsvrije scholen, maar dat de gemeenten hun geld niet willen. Ik had in eerste instantie dacht ik van oei, Evergem gaat daar niet op in. Maar vorige week zag ik ons Annie verschijnen en daar stond erbij dat extra fietsstroken moet een schoolbuurt veiliger maken. Dus blijkbaar gaat er nu in Sleidingen fietssuggestiestroken komen. Nu vroeg ik mij af, wordt er nog iets anders gedaan? Er zijn toch niet alleen scholen in Sleidingen? Er zijn er in Aertvelde, Evergem, nog 8 andere gebieden? Ja, dankjewel, Schepen van der Meers. Trui, hebt ongetwijfeld gezien dat er ook in Doornzele recent een ingreep is gebeurd. Ik denk dat vandaag is de pers is verschenen om een trage verbinding voor fietsers en voetgangers te creëren. Op een gegeven moment had Annie het idee, net wel, dat is nog niet goedgekeurd. Dat is AWV die daar de eindbeslissing over heeft, over het wel al dan niet plaats van fietssuggestiestroken op die zaak. Het enige wat we gaan doen is die vraag natuurlijk doorspelen aan AWV die daar de eindbeslissing in heeft. Wat ik wel al gevraagd heb aan de diensten, maar dat gaat niet op 1, 2, 3 afgehandeld zijn, is om alle schoolomgevingen eens te screenen op hun veiligheid. Het is mijn inschatting dat een heel aantal jaar geleden daar substantiële inspanningen gebeurd zijn naar het beveiligen, maar dat de globale screening de voorbije jaren niet gebeurd is. Naar mijn inschatting ook is het subsidiereglement, laat ons wel wezen, dat gaat over wegmarkeringen, over paaltjes. Dat gaat niet over echt zware infrastructurele ingrepen. Het grootste probleem die wij vandaag kennen, naar mijn mening, is dat de toeleiding van veilige fietsinfrastructuur naar de school, dat dat een veel groter pijnpunt is dan de beveiliging op de schoolomgeving zelf. Dat bewijzen ook de cijfers. Ik hou mijn hart vast voor wat ik nu zeg, maar de voorbije decennia zijn er eigenlijk nauwelijks ongevallen geweest die naamwaardig in onze schoolomgeving. Het grootste probleem en het pijnpunt voor onze gemeente situeert zich de dag van vandaag in veilige infrastructuur om zich naar de schoolomgeving te begeven. Vandaar. Dank u wel. Trui, dat het volstaat? Ja, het volstaat. Ja, dat was duidelijk. Hè? Ik ga verder rond. Fernand? Ja, bedankt, voorzitter. Maar het is maar een kleine opmerking. Bij het omhoog brengen van de vlaggen op het domein van Wippelhem is het mij opgevallen dat die vlaggen eigenlijk volledig verfrommeld worden. Dat was dus een zeer lelijk zicht van die vlaggen die naar jullie ook naar boven kwamen. Ik stel toch wel een beetje meer respect vragen voor wanneer men zo feestelijkheden doet, dat men een vlag naar boven trekt die toch een beetje oftewel gestreken is oftewel deftig opgeplooid is. Want dat was toch een beetje erbarmelijk, moet ik maar niet willen nemen. Dank u wel. Dat is een vraag voor de schepen van de vlaggen. Jonas, u neemt dat mee? We zullen vragen dat bij volgende edities ze zeker goed gestreken zijn. Dank u wel. Nog vragen? Ik ga door. Paul? Dank u wel, voorzitter. Twee kleine vraagjes. Eigenlijk is het een artikel in de Burggraven die mijn aandacht getrokken heeft over de signalisatievergunning. Omdat ik daar ook toevallig zelf mee bezig geweest was. En eigenlijk valt het op dat de gemeente daar soms zichzelf bezondigt door informatie te geven die eigenlijk de vragen die de mensen zich stellen niet beantwoordt. Dus eigenlijk komt erop neer van, als je een signalisatievergunning wilt aanvragen, van waar kan ik die borden krijgen?
Maar eigenlijk is het antwoord van de gemeente stelt geen borden ter beschikking. Dus in de Burggraven heeft er een artikel over de signalisatievergunning gestaan. Maar het feit dat je eigenlijk die borden ergens anders moet gaan zoeken, staat niet in dat artikel. Dus als er communicatie is, moet het antwoorden geven op de vragen die de mensen hebben. Dus dat is eigenlijk een suggestie die ik wil doen. En anderzijds een vraag rond de beleiding op Tervenen. Daar is er is eigenlijk opvolging van een vraag van een burger, en ook die ik zelf gesteld heb aan de diensten. Is er een foute uitvoering geweest aan het KLD-lokaal van de beleiding? Dus eigenlijk is de bedoeling dat de parkeergelegenheid daar zou verminderen of eigenlijk zou afgeremd worden doordat er een beleiding komt in het midden van de rijweg. En dat zou fout uitgevoerd zijn. Eigenlijk zijn de nummering die eigenlijk afgesproken was met de burger of die gevraagd was door de burger, is volledig anders uitgevoerd. Oké, dank u wel. Schepen van der Meers. Maar ik ga die informatie doorsturen. Ja. Misschien is dat moeilijk om daar zo voor de vijfdag op te antwoorden, de concrete situatie. Ja. Oké. Okay. Dus antwoord. Ja, sowieso communicatief. Wat betreft de signalisatievergunning, sta ik voor dat we één op één een keer aankaarten wat dat u specifiek voorstelt. Maar de concrete melding naar Tervenen, ook naar de wegmarkering, het zegt me eerlijk gezegd niks. Ik had sowieso navragen, er is een ander iets van Annie, maar ik weet niet of dat daarmee verband houdt. Een ogenblik, Annie, je komt nog aan boord. Een ogenblik. Ah, ja, maar nee, het is een antwoord. Ah. Maak het duidelijk, ja, dan is het goed. Het gaat over het KLD-lokaal Aertveld, hè. Dus indien een bocht het parkeren. Hè. Dus tot mijn weten is er daar nog niks niet aan veranderd. Er was gevraagd geweest om er geen auto's meer te laten parkeren indien een bocht, omdat het zicht, omdat je weinig zicht hebt. Maar ik heb daar een melding voor doorgegeven, enkele maanden terug al een paar keren herhaald. Maar tot op heden is er daar nog niks niet aan gedaan. Dus ik verschiet een beetje van de opmerking. Ik heb een foto gekregen dat er eigenlijk al een kleine beleiding met een zin. Nu, zeer recent. Nu. Goed, collega's, Schepen zoekt dat op en kijkt daarna en geeft de informatie door. Dank u wel. Nog opmerkingen, vragen? Geen vragen meer. Dank u wel, collega's. Dan zijn we door de openbare zitting van de gemeenteraad. We hebben straks nog een stukje geheime zitting, maar dat is voor straks. En nu schors ik de gemeenteraad en gaan we open over naar de openbare zitting van de Raad van Maatschappij.